Hallo en welkom op mijn kanaal en welkom bij deel 4 van de Thankful 30 serie. Vandaag de nummers 7 en 8. De vorige keer deed ik er 3, maar de video werd zo lang dat ik maar heb gekozen voor 2 pagina's. Nummer 7 gaat over mijn werk. Ik werk bij de gemeente Westerveld en ik ben daar controller en ik doe dat met heel veel plezier. En de foto die je ziet is een foto van het gebouw waarin ik werk. Deze snij ik even op maat, evenals de journaling die ik al klaar heb. En de kleuren op deze pagina worden paars en groen. Aan de linkerkant is het gestipte paars, nou, met de groene achterkant. En die journalingkaartje, daar zitten paars, groen en blauw in. Dus dan past het er mooi bij. Ik ga nu de matten uitzoeken voor de foto. Ik zoek tussen mijn restjes de kleurtjes die ik vind dat erbij passen. En dat patroontje wat je nu ziet liggen met die blokjes, dat zit ook in het journalingkaartje. Dus dat vond ik wel leuk als dat terug zou komen. Ik mat hem eerst helemaal op een paarse ondergrond en dan een stukje groen en een stukje van dat blokjeskaartje erbij. En dan zoek ik nog even eentje om hem zeg maar finaal mee af te sluiten. En dan leek mij een klein pocketpeterkaartje wel handig. Ik loop even door alle paarse heen. Het wordt de eerste die ik getrokken heb hoor, die met dat streepje erin. En dat hangt ook af van de achterkant. Ik denk dat ik die achterkant heel weinig zal gebruiken. Dus vandaar dat ik hiervoor gekozen heb. Nou, zo even in elkaar zetten. Ik had deze al op maat gemaakt. En dan kan ik dat pocketpeterkaartje ook even op maat snijden. Zoals je ziet teken ik het dan even af met een potloodje, zodat dat voor mij zichtbaar is. En dat doe ik op de achterkant, zodat ik aan de voorkant niet hoef weg te gummen. Nou, dan is dit het cluster, het laagje met foto's aan de ene kant. En dan twijfel ik of ik er nog een stukje groen onder zal doen, maar dat doe ik niet. Ik heb van een paars papiertje nog een randje over. En dat vond ik dan wel mooi om dat aan de andere kant terug te laten komen. Die mat ik niet helemaal, maar voor een deel. En dan ga ik eventjes in mijn labels kijken wat voor laagje ik er nog onder wil doen. Ik ben helemaal gek van die cirkels die erin zitten. Zeker ook omdat ik voor de rest ook cirkels op de pagina gebruik, vind ik dat wel mooi met die labels. Maar ik vond deze tag ook wel heel erg leuk. Dus die gebruik ik hier. En aangezien ik als laatste kleur paars heb gebruikt, gebruik ik nu juist de groene kleuren. En voor een accentje een paars labeltje. Nou, zo doe ik dat aan de andere kant ook. Die twee labels van paars die ik hier gebruik, dat zijn die zelfgeprinte labels. En daar komt er een accentkleur groen bij. En dat doe ik in beide hoeken waar ik ook dan dat papiertje eronder heb gedaan. Dat maakt het verhaal iets breder in je geheel. Het wordt zeg maar een soort diagonaal dan. Nou, dan prut ik nog eventjes door de rest van de ephemera heen en denk ik, oh, dat is deze keer wel leuk om iets van takjes of bloemetjes of zo te gebruiken. En het worden een soort, ja, blaadjes zijn het aan een takje. Een beetje gekrast. Doe aan de rechterkant een groene en aan de linkerkant twee paarse. En dan kan ik hem in elkaar zetten. Dat betekent voor mij dat ik zwarte lijntjes om alle papiertjes heen zet. Maar voordat ik dat doe, pons ik er cirkels uit, want jullie hebben gezien op de vorige pagina's dat ik die gebruik in de clusters. En zeker om het cijfer kwijt te kunnen. En dat vind ik dan wel een leuk effect geven om dan dezelfde papiertjes hiervoor te gebruiken. Nou, inmiddels zit dit geheel in elkaar en kan ik de blaadjes erbij plakken. En dan zat ik nog met het woordje thankful. Maar die laat ik eventjes liggen. En dan doe ik hier aan de linkerkant 3 cirkels.
En dan denk ik, zal ik daar dan het woordje tankvol bij doen, maar dan vond ik te vol worden. Dus ik doe het rechtsonder met twee cirkels, zodat je toch weer drie dingen, zeg maar, hebt. En dat is dan, voor mij maakt het dat af. Nou, die cirkels die krijgen ook een zwart lijntje met mijn schabloontje. En dan heb ik ze allemaal al opgeplakt. En dan ga ik het cijfer opzoeken. En dit was nummer 7. Dus die kan erbij. Ik heb in mijn volgende bestelling twee setjes van die alfabets erbij besteld. Want ik ga er zo wel hard doorheen. En zeker met die cijfers zal dat nog wel lastig worden. Dus daar zal op termijn wel iets anders voor komen. En toen bedacht ik mij ineens dat ik de washi was vergeten. En dat was mijn uitdaging om op elke bladzijde washi te gebruiken. Dus ik pak een klein strookje van de washi die bij deze kit hoort, bij de Higge kit. Dat had ik nog niet gezegd, hè? Maar ik gebruik de spullen van Higge, maar dat kunnen jullie ook zien in de video waarin ik alle spullen heb laten zien en hoe ik het boekje in elkaar zet. Dus ik doe nog een strookje daarbij bij beide clusters. En die pruts ik er nog wat onder met mijn pincet. Het is dan inderdaad altijd wel even een gepruts hoor, om dat er dan weer onder te krijgen. Handiger is om het eerst op te plakken en dan de rest. Maar ach, zo wil het ook. Dan is de linkerkant klaar en dan kunnen we met de rechterkant aan de slag. En dan heeft alles al een lijntje gekregen. En dan kan ik het in elkaar plakken. En ook hier wil ik die washi gebruiken. En toevallig is dit dan ook de washi die ik aan de randen heb gebruikt. Nou, dat maakt het ook weer één geheel. Ik heb ook om de pagina zelf een zwart lijntje gezet. Om het een beetje in te kaderen. Nou, dan komt er hier een randje washi. En aan de bovenkant. En dan kan ik heb ik clusters inmiddels gemaakt. En dan kan ik de journaling opplakken. En dan de titel. En de titel wordt heel simpel. Werk. Ik werk al 10 jaar bij deze gemeente en ik doe dat met heel veel plezier. Nou, dan is deze pagina klaar. Kunnen we om gaan wisselen. En dan gaan we naar nummer 8. En nummer 8 was voor mij mijn beste vriendin. En mijn beste vriendin is Agnes. Met haar knutsel en vreugel ik heel veel. Ik heb haar het scrappen daarmee bekend gemaakt. En sindsdien is zij ook verslaafd. Gelukkig doen we dat allebei op een hele andere manier. En kunnen we heel veel van elkaar leren. Ik had hier een kaartje met cijfers 1, 2, 3, 4, 5 erop. Met de journaling erop vond ik het kaartje te groot. Dus ik heb er een stukje afgehaald en de journaling gaat ook gewoon over de cijfers heen. Ik heb daar niet zo moeite mee. Ik vind het gewoon het effect al grappig dat het zo'n gelineerd papiertje lijkt. En om die journaling iets meer uit te laten komen, mat ik die nog met blauw papier. En ik had de quotekaartjes er ook bij en ik heb hier gekozen voor een quote: You are amazing, own that shit. Nou, ik ben hartstikke trots op hoe zij die bepaalde dingen doet. En nou, ik waardeer haar enorm. Dus vandaar deze tekst. En dan begin ik met mijn papierlaagjes achter mijn foto. En deze pagina is in de kleuren blauw en grijs. En ook achter mijn quote komt bovenaan een laagje. En straks ook aan de zijkant. Maar dat gaat met de ephemera. Nou, dan niet vergeten washi te gebruiken. Op deze pagina kies ik voor de streetmap washi en dan die met de blue eroverheen. Die vond ik wel mooi. Nou, dan heeft alles al een lijntje gekregen. Dan kan dat ook in elkaar. En het aan de linkerkant doe ik de washi, zeg maar, als een laagje.
dan heb ik inmiddels ook overal de cirkels uitgestanst. En dan ga ik even kijken hoe ik dat in elkaar ga zetten. En ik kies ervoor om dan op de journaling kant echt de diagonaal te maken. Beide kanten drie uitgestanste cirkels. En daar zoek ik bij de ephemera nog wat bij. Het wordt aan de rechterkant een cirkel met het woordje love erop. En linksonder komt een cirkel met een geel hartje. Want dat grijs en blauw werd wel wat vlak. Dus ik breng er wat een geel accentje in om net even iets die kleur op te halen. En aangezien dat geel in die ephemera wel allemaal hetzelfde is, heb ik daar geen moeite mee. Sorry. Kijk, daar is die cirkel met dat gele hartje. En ik pak nog een geel hartje voor de rechterkant en dan komt een geel sterretje aan de linkerkant. Nou, dan moet er aan de linkerkant van de pagina ook wat geels komen. Dus ik heb hier een label en daar staat het. Oh nee, dit zijn nog de hartjes, een blauwe en een geel hartje. En dan pak ik hier een label en daar staat het woordje sweet op. Maar dat is verkeerd gedrukt. Dus je ziet bij mij zometeen alleen maar de letters SW. Want dat hartje gaat er gewoon overheen. En dan nog het woordje together. En de foto die je ziet, die is gemaakt bij Scrap Delight. Wij zijn samen naar een journalcafé geweest. En dat moeten we natuurlijk documenteren. En aangezien mijn vriendin niet zo vaak op de foto gaat, heb ik deze foto hiervoor gebruikt. Nou, dan doe ik nog een labeltje aan de rechterkant om het iets te breken. En dan zoek ik nog even tussen de spulletjes of ik nog wat anders wil. Nou, dan komt er nog een geel hartje bij de You Are Amazing. En dan plak ik dat zo in elkaar. Alle cirkels die krijgen dan een zwart randje. Ook die cirkels die uit het embellishment van de uit ephemera komen. En dat maakt het toch wel één geheel. Maar ja, het woordje together krijgt ook een zwart lijntje. Want dan vind ik dat het er meer uitspringt. En dan kunnen we het vastplakken. Ik pruts hem dan wat tussen die papiertjes om het het cluster wat één geheel te laten maken. Nou, als je goed kijkt kun je hier zien dat er SWT staat in plaats van sweet. En dan gaat dat hartje eroverheen. Nou, dan kunnen deze dingetjes vast. En dan zitten inmiddels alle cirkels en de ephemera ook vast aan de rechterkant. En dan kan de titel erop. Oh, het nummertje. Cijfer 8. En volgens mij was ik hier de titel vergeten. Die heb ik later nog toegevoegd, dus dat zullen jullie in de foto's zien. Dus hierna komen een aantal foto's van de details van de eerste en de tweede pagina die ik heb gemaakt. Vind je dit nou leuk om te zien? Geef me dan een duimpje. Elke woensdag komt er een video live. En als je abonneert op mijn kanaal, dan mis je in ieder geval niets. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, laat dit dan weten in de comments. En tot de volgende keer. Doei!